Hoe bijzonder is dit duel voor jou tegen AZ, Jorginho? Nee, heel bijzonder, omdat mijn broertje daar speelt en omdat Gert-Jan daar trainer is. Ja, Verbeek is belangrijk geweest voor jou. Kun je nog eens uitleggen waarom dat is? In de tijd dat hij trainer was bij Feyenoord heb ik gewoon een hele goede band met hem gehad. En het was een trainer die me overal bij probeerde te helpen, zodat ik goed kon functioneren in het veld. Ja, heeft zijn vertrek destijds jou pijn gedaan? Ja, heel veel pijn. Omdat toen de tijd kon ik er gewoon niks aan doen. En dat deed me gewoon pijn. Ja, als ik er wat aan kon doen en hij was alsnog weggegaan, dan zou je minder pijn hebben. Maar nu kon ik gewoon echt niks doen. Ja, en goed denk ik om te merken dat hij het bij AZ fantastisch doet, hè? En bij Heracles de afgelopen jaren. Ja, ik vond het wel mooi om te zien dat hij bij Heracles, volgens mij waren ze 60 geworden. Dat vond ik wel mooi. En dit seizoen na een moeizame start zijn ze toch weer beter gaan voetballen. Hebben ze toch wel heel wat punten gepakt. Dus daar ben ik wel blij mee. Hoe is het met je broer daar in Alkmaar? Je broertje moet ik zeggen, geloof ik. Nou, hij speelde wedstrijden in het tweede. Terwijl hij eigenlijk nog in de oude te spelen. Maar ja, ik kan het eigenlijk niet echt oordelen, omdat ik niet echt veel wedstrijden van hem zie. Maar wat ik heb gehoord, dat hij volgens mij dinsdag, heeft hij wel goed gespeeld met onder 19. Dus daar was ik ook weer blij mee. Zorgen die twee zaken, maar met name de aanwezigheid van Verbeek in Alkmaar en ervoor dat je tegen AZ graag iets extra's wilt laten zien? Nou, dat niet. Ik wil gewoon elke wedstrijd iets extra's laten zien. En het is niet omdat we tegen Verbeek spelen. Maar ik zou wel heel graag van hem willen winnen. In hoeverre geloof jij nog in 18 punten uit 6 wedstrijden en dus misschien wel kwalificatie voor play-offs Europees voetbal? Maar zover kijk ik eigenlijk nog niet. Ik kijk gewoon van wedstrijd tot wedstrijd. En ik denk dat we dat gewoon moeten doen en niet ver vooruit moeten kijken. Want Utrecht moet ook punten laten liggen, Heracles moet punten laten liggen. Je bent afhankelijk van meerdere dingen. Dus we moeten gewoon van wedstrijd naar wedstrijd bekijken. Ja, Mario Been zegt net, van voor het gevoel van spelers, maar zeker ook van supporters van deze grote club, is het belangrijk om de competitie wel goed af te sluiten met een winnend gevoel. Ja, dat is logisch denk ik. Iedereen wil winnen, maar wat ik net zeg, je moet gewoon van wedstrijd tot wedstrijd bekijken en niet te ver vooruit. Dus je hebt invloed op de wedstrijden die komen. En nu denk ik alleen op die fase en wat daarna gebeurt. Dus, ja, kan nog van alles gebeuren. Dus, ja, toch. 2 weken geleden sprak ik op deze plek met Leroy Ver. Die zei, ik ben nog lang niet uitgeleerd bij deze club. Hoe sta jij je daarin? Nou, nog lang niet uitgeleerd. Ja, je leert elke wedstrijd weer wat en op de trainingen leer je ook weer wat. Maar uitgeleerd, wat is uitgeleerd? En je gaat net als Ron Vlaai binnenkort voor 4 jaar bijtekenen, of niet? Einde van het seizoen weet ik daar meer over. Ja, wanneer wil je dat besluit voor jezelf nemen? Einde van het seizoen. Dat heb ik al van tevoren gezegd. En welke kant ga je gedachten op? Einde van het seizoen. Dan pas weet ik welke kant. Ik hou me daar niet mee bezig nu. Okay.